Thierry Hendricks, aan de vooravond van jouw modus Kijk je er naar uit? Ja, ik heb er heel veel zin in natuurlijk. Het wordt, wordt echt een leuke ervaring. Ik heb al lang niet meer op een podium bestaan, Dus dat is uh, wel iets waar ik naar uitkijk. Je liet een beetje doorschemen dat je volgend jaar niet echt PDC-plannen hebt. Is het dan niet apart om ook wel een week wat Modus te gaan spelen? Ja, in principe wel een verrassing, maar ik werd eigenlijk benaderd door John Lokke en door Vincent uh, om dat een keer mee te spelen. En ik had daar natuurlijk wel heel veel zin in. Ik ben natuurlijk wel een fanatiek dachter. In principe, ik heb natuurlijk liefde voor de sport en om daaraan deel te nemen dat is toch wel uh, ja, een, 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 een eer. Over Modus Spoken, wat vind je van het initiatief Modus? Het is natuurlijk begonnen in de coronatijd met die livestreams. Maar nu groeit het eigenlijk best wel, het is eigenlijk groter geworden dan we verwacht hadden. Ja, nou ja, ik denk dat het een goede springplank ook is. Want daar mogen geen tourcardhouders aan meespelen. En de mensen die daar net dus ondervallen, die geen tourcard hebben, die, uh, die krijgen er toch een kans om toch behoorlijk wat podiumervaring op te doen. Uh, wat wedstrijd op te worden tegen goede spelers. En ik denk dan ook wel dat er een, een, een benoeming waardig is voor EDC. Uh, wat is dus vanuit de Europese kant is opgestart uh, om, om dat te promoten en daar ook vanuit het Europese vastland mensen naartoe te sturen. Ja, ik denk al met al dat het gewoon voor het amateur dachten dat dat goed is. Over die houders gesproken, Chris Mason en Matthew Edgar hebben in het verleden al gezegd van het is een idee om de spelers die buiten de top 64 staan mee te laten doen aan Modus. Wat vind jij van dat idee? Ja, ik denk het wel. Kijk, we hebben een aantal spelers die nou ook die weken spelen. Bijvoorbeeld een, een Luke Lettler, die nou daar wel een toegang gaat krijgen. Uh, maar die daar ook heel veel rap op heeft verboden. wat zelfvertrouwen heeft opgebouwd. Een Berry van Peer bijvoorbeeld, die ook. Volgend jaar zijn toer gaat hebben. Maar dat zijn allemaal spelers. Als je dan die spelers daar ook kunt hebben. Die misschien net niet in hun specifieke topvorm zitten. Dat ze daar wel weer een beetje red mee kunnen krijgen. Dus ik zou zeggen van vanuit de PDC-kant. Laat misschien inderdaad zo'n top. Of de buiten top 64 ook toe. De EDC. Je haalde het net al aan. De kwalificaties. Nooit zijn bekendgemaakt. Gaan we jij daar ook zien? Ja, als ik. Ruimte hebben in mijn, in mijn drukke schema, want daar is alles afhankelijk van. Uh, ook met de thuissituatie net een kindje gekregen. Prachtig. Uh, rond die periode zullen er ook meer tv-toernooien zijn. Dat ik misschien van Via Play wat meer moet werken. Uh, als ik kan komen en, en kan meespelen, dan ben ik er zeker bij. Wat vind je van het hele idee van de, uh, van de ADC? Het is natuurlijk op zich een leuk le leuke opzet. Vind je het ook terecht dat er heel veel kwalificatietoernooien komen? Of zou je ook misschien nog een paar aanplaatsplekken willen zien voor de modus? Um, ik, ik, ik denk dat het beste is dat ze een beetje een mix moeten hebben met. Oké, okay, de, de, de organisatie zelf, de EDC, mag zelf wat spelers pikken en, en, en dan naartoe sturen. En dat je extra kansen hebt voor spelers die misschien niet direct in aanmerking zouden komen. om zich te bewijzen via die ranking-toernooien. Ja, dat is toch wel een goed initiatief. Dan heeft iedereen die de ambitie heeft om daar die week en week uit bijvoorbeeld die modeseries series bekijken. heeft ook de kans om zichzelf daar naartoe te spelen. Dus dat vind ik iets goeds. Dat is iets goeds. Wat ook. Iets goeds is, maar af en toe ook iets slechts. Dus is jouw spel, want het is bijzonder wisselvallig het laatste paar jaar. Heeft dat ook te maken met de hoeveelheid dat je traint en de tijden die je ervoor neemt? Ja, daar ben ik wel zeker van. En dat is eigenlijk dus, ik ben het, het, het exacte voorbeeld waarom je zoveel trainingsuren moet investeren. Om een stabiele basis te hebben en je basisniveau zo hoog mogelijk te krijgen. Want bij mij is dat eigenlijk, uh, het, het kan af en toe heel goed gaan inderdaad. En af en toe gooi je in één keer negen Ja, dus uh, meer contrast kun je niet hebben. Meer contrast kan je niet hebben, maar je hebt wel een plan. Want je gaat volgend jaar geen PDC spelen, of in ieder geval heel weinig. Misschien een West-European Qualifier stiekem? Ja, die zeker. Als er een WK-Qualifier is, ga ik die zeker meespelen. En als er een European Tour-Qualifier is in Nederland, ga ik die ook meespelen. Maar voor de rest heb ik iets andere plannen voor het jaar, En daar hoort de Q-School op dit moment nog niet bij. Over plannen gesproken, je zegt net al een beetje volgend jaar niet heel veel... Maar jij brandt wel echt voor een ambitie voor 2025, want volgens mij wil je echt terug op de Tour komen. Ja, inderdaad. 2025 is een goed, goed tijdstip, denk ik, voor mezelf om toch te kijken waar er nog mogelijkheden liggen. 2024 wil ik echt een beetje een soort tussenjaar nog hebben. Ik ga wel de toernooien spelen waar ik kan spelen, bijvoorbeeld als er EDC-toernooien zijn. Als er NDB-toernooien zijn, dan spreekt hij mee. Een WK-kwalificatie voor de PSC wil ik altijd wel meespelen natuurlijk, want wie weet wat dat gaat brengen. En als een European tour feer die ik mee mag doen ook. Maar q score hoort dan niet bij. Over het WK. Je staat nu een beetje bekend als de gezelligheidsman. En dat is misschien af en toe een beetje ten nadele van jouw dartprestaties. Wat vind je daar dan van? Ja, ik, ik ben zoals ik ben, weet je. En dat zullen de mensen die, die mij op toernooien zien ook wel zeggen. Ik hou gewoon van gezelligheid, met iedereen een praatje maken. En af en toe uh, weet je, drink drinken ook een drankje en maak een dansje en zing een liedje. Zo ben ik nou eenmaal. Ehm... Uh, Kijk, dat ik kan dachten, dat weten ze ook wel. Uh, maar daar ligt de nadruk helaas niet op. Het is aan mezelf om dat te bewijzen dat ik ook echt gewoon goed kan dachten. En niet alleen maar de gezelligheidsman ben. Dat is een goed doel. Jouw werk bij ViaPlay. ViaPlay ligt behoorlijk onder vuur. Laten we, uh, laten we daarmee beginnen. Anne-Marie heeft heel wat kritiek ontvangen. Hoe kijk jij daarnaar? Want jij zit daar dagelijks met ViaPlay. Tijdens de darttoernooien zit jij daar. Ja, nou ja, weet je, ViaPlay heeft me heel veel goeds gebracht. Uh, ik ben altijd warm ontvangen daar. Door alle nieuwe collega's ook. Ik kon er al een x aantal natuurlijk van de RTL-tijd. Want bij RTL zat ik ook prima. Had ik ook een goede, een goede verstandhouding met iedereen. Dus ik, ik vind het jammer dat uh, ViaPlay onder vuur ligt. Maar het is wel, naar nou, mijn weten, merendeels van. van Media die niet binnen de, uh, de kamers zitten van Viaplay zelf en daar worden allemaal opgehyped. De negativiteit natuurlijk, de, de aandelen zijn wat, wat gezakt. Uh, dat is openbaar, maar voor de rest zie ik nog geen, geen ja, rode vlaggen. Dat we echt op korte termijn uh, geen dachten meer zullen zien op Viaplay. play Dat dat bij lange na niet en dan terugkomen we op de kritiek op Annemarie, ja. Uh, ik, ik vind het echt nergens op staan. Ik vind het juist dat ze het goed doet. Zij moet vanaf nul beginnen. Ze heeft zich goed ingelezen voorafgaand dat ze starten bij Viaplay. Natuurlijk maak je hier en daar wel eens een keer een foutje. Kan gebeuren, maar ze is gewoon een hele gezellige meid. En ik vind dat ze het prima doet. Dus ik, ik heb er geen negatieve woorden over te zeggen. Viaplay heeft wel wat anders goeds gebracht. Want ze hebben de Eurotour op Viaplay. Maar waarom is dat niet met een Nederlands commentaar? Zou jij dat niet graag willen doen? Nou goed, als, als Via Play daar plannen mee heeft om dat te doen, dan stel ik me zeker ter beschikking. Dat moet ik dan wel zeggen. Nee, ik vind het gewoon eigenlijk wel een, een, een punt. Want het wordt ook heel goed bekeken. En uh, het brengt wel wat extra's. Want je ziet ook heel veel andere gezichten dan standaard. Dus ik denk dat dat de mensen ook wel aantrekt. Laatste vraag. Zie je wel aan, zien we jou aankomende zaterdagavond in Finals Night? Uh, ja, zeker. Tuurlijk. Ik ben er gewoon bij bij die zes spelers hoor. Niet op het bankje, maar op het podium. Ja, dat. Zeer zeker. zeker, zeker. Ja, ja, goed. Het gaat helemaal goed komen. Jij ja, succes komende week. Dankjewel man.